Hoi allemaal en welkom bij deze tekenles over het tekenen van een gorilla. En ik vond dat erg lastig, dus van tevoren ben ik eerst aan de gang gegaan met de schedels. Dus de verschillen vooral wat je ziet in de grofheid van de mond. En terwijl bij de mens dat een vrij rechte lijn is, is dat een zeer gebogen lijn bij de gorilla. En ook een voorhoofd ontbreekt. En ik ga de studie maken op grijs papier met zwart en wit potlood. Alleen de opzet ga ik eerst doen met houtskool. Zeg maar om een onderlaag in te zetten en voor de studie van dit majestueuze dier. Dit is mijn houtskool potlood. En verder ga ik dus zwart en wit gewoon kleurpotlood gebruiken. Maar ik vond het dus zo belangrijk en vooral ook omdat primaten zo heel dicht bij mensen zitten. Om toch een beetje het zekere voor het onzekere te nemen. En gewoon een onderzet schets neer te zetten met houtskool. Dat je daar nog veel lekker in kan wrijven en corrigeren. En ik ben erg blij dat ik eerst even toch die schedel ben gaan bekijken hoe dat nou zit. Want het is echt een heel apart soort schedel. Erg fraai trouwens. En die voorstudie van die schedel moet mij dus helpen bij het tekenen van deze gorilla. En ik ben al bezig met het intekenen van de botstructuur van de ogen. En de mond die daaruit voortvloeit naar beneden. En je ziet hoe schuin die lijn is. Ze hebben een heel schuin gezicht. Met een lippen die heel ver naar voren komen. En de ogen zet ik vrij groot in. Kleiner kan altijd namelijk nog. Dus ik begin voor de zekerheid eventjes groot. Dus echt die oogballen erin. En dus boven die ogen, daar zit echt een hele grove botstructuur. En die teken ik er hierin. En verder bepaal ik dus de kraag. Ze hebben echt zo'n kraag van haren en veel spieren, maar ook vet. Vooral de mannetjes variant. En natuurlijk die, echt zo'n, hoe noem je dat? Een soort manenkam achterop op die nek. En wat ik verder doe ook is de donkere haren. Zeg maar het haar op die grove botstructuur op of boven die ogen. Dat haar is wat lichter. En het oor is vrij gelijk aan die van de mens, maar meer schelpachtig. Het is eigenlijk een beetje een soort van vraagteken. En verder zit er heel veel huid, heel veel plooien om die ogen heen. Dus ook die zet ik vast in. En hier de zijkant van de neus, daar zitten ook veel plooien in. Ze kunnen natuurlijk, als ze hun mond open doen, dan trekt dat allemaal samen. En dan zie je echt enorm veel huid. Dus daar is heel veel beweging in. En die ogen zelf liggen vrij diep dus onder die dikke oogbrauwbotten. Verder teken ik mee met de plooien van de huid en de haargroei. Dus daar hou ik ook alvast rekening mee. Dus zo al meetekenend dus in die vorm van die groei, dan krijg je ook al gelijk een heel plastisch geheel. En de lippen zelf net. Zeg maar die mondopening zelf, daar hou ik net zo'n klein randje wit open. Zodat ik toch wel iets van lippen krijg.
en verder wat schaduw in dat oor en om het oor heen, waardoor die mooi eruit steekt. Is vrij belangrijk. En ja, nogmaals, het is een grove opzet. En wat ik nou doe is met de blenderstick eventjes die poeier in mijn papier wrijven. Terwijl ik de lichtere delen alvast wat uitspaar. En nogmaals, ik ga hem helemaal vervagen. Het is puur een onderzet, een onderschets voor de gorilla die ik uit ga werken. Dus ik wrijf ook al dat pigment weg. En als je dat dan gedaan hebt, dan kun je met je gumpotlood, of gewoon een gum, dan kun je daar nog heel wat in sturen. Ik stuur er niet zoveel in. Dus ik ga gelijk aan de gang. Ik heb mijn witte kleurpotlood gepakt. En omdat ik natuurlijk teken op een lichtgrijze ondergrond, kan ik nu alle lichte delen gaan opzoeken. Dus dat zijn zeg maar het wit in de ogen, de lichte haren op die wenkbrauwen, zullen we maar zeggen. En het mooie bij de zilverrug is dat die echt wel zwartig haar heeft, zeg maar. Maar je kunt daar heel veel lichte delen in tekenen. Dus bijvoorbeeld hier ook op het hoofd, waar het allemaal vrij donker haar, waar donker haar zit, zeg maar. Dan kun je toch witte punten erop tekenen. En wat je dan meteen krijgt, is een heel harig effect. Ik gebruik het ook voor de rug zelf. Het is natuurlijk een zilverrug, dus daar maak ik dankbaar gebruik van. En ook met dat witte potlood teken ik weer mee in de groeirichting van de haren. Als je dan het meest hebt ingetekend met dat witte kleurpotlood, dan kun je overschakelen naar je zwarte kleurpotlood. En daarmee kun je dus veel gedetailleerder werken als dat je kan met het houtskool. En het houtskool is dus ideaal voor het opzetten. Terwijl dat zwarte kleurpotlood, daar kun je echt mee in details treden. Je kunt letterlijk oogleden erin tekenen. Zwarte haartjes tussen de witte haren in. Hier dat neusgat. Neus is heel plat natuurlijk. Dus het ligt helemaal in de lip verzonken, tegen die lip aan verzonken. En zo dus al doorwerkend de donkerste delen intekenen met dat zwarte kleurpotlood. Ook al die huidplooien om die ogen heen kun je nu perfect intekenen. En je volgt dan eigenlijk een beetje die voorzet die je gemaakt hebt met dat houtskool. Ook de oren kan ik nu uitwerken. Je ziet echt die oorlel, die aanzet, zeg maar, van dat oor. En ik teken al die donkere haren er weer uit. En ook in dat witte haar zit dan weer donker haar. Dus je kunt daar heel leuk mee spelen in dit geval. Boven die ogen zitten wel van die echte diepe plooien. Dus dat vind ik wel erg mooi om ook daarin te tekenen. En verder blijf ik heel goed zoeken dus naar de schaduwen die in dat gezicht vallen. Hier ben ik weer teruggeschakeld naar mijn witte potlood. Dus als je op een gegeven moment het gevoel hebt van nou, dat wordt toch te donker, of ik heb nog wat witte details nodig, zoals hier boven die wenkbrauwen extra wit eventjes
maken. Zodat daar goed dat licht op lijkt te vallen, zeg maar. En dat dat goed naar voren steekt. Zwarte randen vermijd ik. Zwarte randen om een tekening, maak je tekening plat. Dus haal die weg zoveel mogelijk. En die witte haren hier, zeg maar dat licht wat langs die gorilla opschampt, dat kun je zo prachtig intekenen. Nou, verder, mijn papier is wat vervuild door het tekenen en alles. Maak er ook gerust een soort van omgeving in. Ik ga hem niet helemaal uitwerken. Het ging mij puur even om die gorilla en die opzet met dat houtskool. En dus het belang van voorstudies maken van de schedel. Dus ontdek wat voor botstructuur onder je model ligt. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes met deze geweldige studie. Geef hem een dikke duim omhoog en deel hem met je vrienden zoveel je kunt. Tot de volgende tekenles en groetjes van Lieneke.